Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je scheermesjes klaarmaakt. Scheermesjes. Wat zeer belangrijk is dat de scheermesjes mooi levend zijn, zodat ze super vers zijn. Als je hier aankomt, dan zie je de scheermesjes mooi bewegen. Dat wil zeggen dat ze mooi levend zijn. Het eerste dat we gaan doen, is de scheermesjes mooi gaan reinigen, gaan wassen, zodat de scheermessen mooi zandvrij zijn. Dus we nemen koud stromend water. Voilà, de scheermesjes die gaan we nu gaan spoelen, zodat ze mooi zandvrij zijn. Nu nemen we een crisplaat en we gaan de scheermesjes erop leggen. Zo. We gaan de scheermesjes mooi haren in de crisplaat. 2 minuutjes, niet langer. Anders gaan ze taai zijn, gaan ze niet lekker zijn. We hebben de scheermesjes nog 30 secondjes langer gehaard in de crisp. En je ziet, de scheermesjes zijn mooi open gegaan. En het vruchtvlees is mooi haar. Je kan het vruchtvlees er mooi aan uithalen met je vingers. Ga je ze bijvoorbeeld 4 minuutjes gaan haren of 5 minuutjes gaan haren in de crisp, dan gaan ze veel taaier zijn en dat vind ik eigenlijk niet zo lekker. Nu gaan we de schelpjes mooi reinigen. Onder koud stromend water. De scheermesjes die zijn gehaard in de crisp. Die zijn mooi gereinigd. Wat we ermee zullen doen, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Zeker lekker en tot de volgende keer.